Goedemorgen allemaal. Het is nu net 10 uur. Het is vandaag woensdag 18 april. Het is nu net 1 over 10. Ja, ik wacht even op mijn begeleidster. Want mijn vaste begeleidster is er even nou niet. Die is op vakantie. Dus ik heb een invalster. Maar dat is ook een topvrouwtje. Die heb ik al vorige week al gezien. Dus, alleen ja, dan mag ik helaas niet vloggen. Dus ja, dat maakt ook niet uit. Geeft niet. Dat is ook hun recht. Ja, toch? En niet alleen het aanrecht, nee. Maar ik zou zeggen, heel veel kijkplezier gewenst vandaag. Zo, nou, daar waren we weer. Ik kreeg ook trouwens de vraag, even mijn hulp. Van mijn begeleidster. Of jij het ook niet erg vond om ook op de film te komen. Even dat. Ha, even een grapje, even serieus. Waarom zou ik het erg vinden? Ja, weet ik niet. Die vraag die kreeg ik. Dat ligt natuurlijk aan welke film het is. Gewoon hier ook, op de vlog? Nee, dat vind ik niet zo heel erg. Niet heel erg of nee, vind je het helemaal niet erg? Die douche-scènes hebben we maar niet gedaan, die klippen we altijd eruit. Of wij ooit nog, of we nu al samen hebben gedoucht. Het is ook een gatrol ook, hè. Hallo, de kinderen kijken dit ook, hè? Ja, die douche-scènes in het zwembad. Die hebben we niet gedaan. Nee, die hele spinningaas. Nee, alleen buitenscènes, rennenscènes, vluchtscènes, brandweerscènes. De brandweerscène heb je gisteren gedaan, geloof ik. Ja. Maar je hebt niet gezocht. Nee, maar wil je even deze even verder oude Nelen? Oude Nelen nog wel, oké. Okay. Ja, dan kan ik eventjes een papiertje voor je vouwen. Je vouwt er net weg, inderdaad. Oh, oké, okay. Nou, vandaag weer lekker post gedaan. Het was behoorlijk warm. Het is de temperatuur is hier nog een beetje erg hoog in de bol. Dus ik ben even aan het liggen, dankzij jou. En nou, een beetje afkoelen. Je hebt lekker met hondje gelopen in de hitte. Eventjes, heel eventjes met mijn puppy. Eventjes een heel klein stukje. Een heel klein stukje in de mini. Ja, want mijn puppy en die had net al. Dus dan en dan ga ik niet ellenlang dan. Nee, dat wil je niet doen. Ochtends en s'avonds. En kijk, Lady is het gewend, wat ik al zei. Maar Lovely nog niet. Dus die moet gewoon nog eventjes een heel klein stukje dat ze eventjes wel wat doet. En dan gewoon weer lekker naar binnen. Lekker gekoeld in. Precies, ja. Heb je hier al genoeg aan of moet ik hem nog een keer blijven houden? Nee, dit is goed. Dit is goed. Dit is goed, alsjeblieft, meneer. Ja, mooi. Even kijken. 6 papiertje. En van A4 en A6 papiertje. Precies. Kijk. Dat is mooi, toch? Handig. Ja. 4 à 6 papiertjes. Toppie. 6. 4 à 6 papiertjes. Dat is A5. Dat is A4. 1, 2, 3, 4 keer A6. Ja. Dat is mooi. En dan gaan we zo meteen de hort op. Fietsen. Ja. Heb je ook A7 papiertje eigenlijk? Dat weet ik niet. A3 wel, want dat is groot. Ja, er zijn 2 A4'tjes aan elkaar. Moet je zo meteen eens even gaan. A0, dat weet ik, dat is dat krantenpapier, van het hele mega grote. Ja. Dan heb je A2, dat is een, even kijken, A1, dat is een hele pagina van de krant. A2, dat zijn 2 van die, even kijken, dat is daar de helft van. Dan heb je A3 papier, dat zijn 2 A4'tjes. A4 is 1 A4'tje. Ja. A5, dat is een half A4'tje. A6, dat is een kwart A4'tje. En A7, dat moet erg klein. Dat zou dan een achtste A4'tje moeten zijn. Ik zou zoeken op en op mijn telefoon voor je, vast. Je hebt wel de A8, maar dat is een snelweg. Ja, de A7 papieren. Ja. Dat zijn dus zeg maar de helft hiervan. Er komt er zoiets uit. Dat zou in die mini flapblokjes zijn. A7 papieren. Ja, dat zou een notitieblok formaat moeten zijn. Dat meen ik, notitieblok. Memo-blok. Het is ook zo warm. De notitieblok is meestal A5 of A6. Merendeels A5, dacht ik. Ja, hebben ze wel. Oké. Okay. Collegeblok is A4. Een bepak met papiertjes in een map. A7. Heb je ook A8 papier? Hoe groot is het A7 formaat? Wat zijn papierafmetingen van een A7 papier? Op deze pagina vind je. Dol, daar even op.
Op deze pagina vind je alles wat je moet weten over de maat A7 om te beginnen met een papierformaat in millimeters. Het A7 formaat heeft een grootte van 74 keer 105 mm. Dat betekent dat het A7 formaat in centimeters 7,4 keer 10,5 centimeter is. Het A7 formaat is is 2,9 keer 4 keer 2,9 keer 4,9 inches. Ik vind het prima. Daar ben ik niet helemaal goed in, maar daar is meester Roderick wel goed in. En ik zit in het donker te lullen zo. Want je filmt en naar het licht toe. Dat is grappig, want zo is het licht naar mij. Dus dat zou ik eigenlijk andersom moeten filmen. Nee, maar je filmt en tegen het licht in. Oké. Ja, dat kan ik niet zien, want het schermpje staat er wel. Nou, en dan moet je dus het schermpje draaien, hè, want dan zie je het wel. En wat je filmt naar mij. Zo weer, prima zeg, hè. Net had je hem hier ook. Nee, naar mij. Dan weet je in mijn zicht op het scherm. Dus, maar dat maakt niet uit, geeft niet. Al doen we de lip, man. Ja. Toch? Ja. Dus. Dat is wazig. Wazig. Ja, dan moet je hier ook, kijk. Kijk, nu wel. Haha. Doei, mazzel, tot straks. Nou, ik ben even lekker laat vandaag. Nou, net bijna 9 uur. Maar ik heb een beetje pijn in mijn heup. Ja, nou ja, heup. Een spiertje en die zit was te doen. Dus, daar ben ik nou continu een beetje tijgerbalsem op. Dus ik loop een beetje vervelend. Maar dat maakt niet uit, geeft niet. Maar ik ga lekker lasagne eten. Ja, lasagne. Lekker. Ik heb de oven al aan. Die is lekker aan het voorverwarmen. Eens even kijken. Ja, die is lekker warm. Die is lekker warm. Dus ik ga even lekker iets osmaken met één hand nu. En dat lukt. Kijk, vrouwen hebben niet twee linkerhanden hoor. En dat hebben de mannen. Ja. Zeker denk ik. Kijk, en dan doe ik het gewoon lekker zo. Zo, ook makkelijk. En ik heb weer zin in morgen school. Ja. Gewoon daar weer lekker zin in. Lekker naar de kinderen. Beetje ondeugend. Af en toe moet kunnen. Hè? Kinderen horen dat te doen. Maar ja, maar ze moeten ook luisteren naar de juf. En als ze dat niet doen, dan worden ze streng. Ja. Maar dat maakt niet uit. Zo. Mijn lasagne zit erin. En dan is het wachten tot mijn lasagne klaar is. Hey meisje. Hey. Hey kind. Hey. Hey. Kind. Ga jij nou dingen weggooien, buurman? Ja, ik moet ook weg. Ah. Ja, ik ben gelijk aan het vloggen. Dus ja, scheelt weer. Vloggen? Ik vlog ook. Nou, kijk dan. En je kan me terugkijken, dus... Ja? Geen internet. Nee, maar als je straks internet hebt. Ja, is goed, dan ga ik je vragen welke jou. Is goed. En maar je komt wel eens een keertje op en op mijn vlog ook, hè? Gezellig dan een keer, hè? En dan kom je wel eens een keertje ook een keertje in beeld, hè? Eens een keer, hè? Oké, is goed. Top! Afgesproken! Top! Hartstikke leuk! Kijk, daar maken we vrienden mee, toch? Toppie! Juist. Leuk. Kijk mensen, laat eventjes een beetje de omgeving zien hoe mooi het alweer wordt. Kijk, die boom, die vind ik nou zo mooi. En als je heel goed luistert, hoor je ook de vogeltjes. Als je heel goed luistert, de vogeltjes. Dan gaat mijn buurman nu lawaai maken, denk ik of niet? Ah, oh, een beetje. En sirenes, ja, ook dat nog. Ik zoom een beetje veel in, ja. Heb ik Lady hier al liggen? Ja, Lady. Hey, meisje. Hey.
Ja. En dan is Lovely even nu lekker bij Roderick. Dus die vermaakt zich nu ook wel en met Max. Ja, ik ga nu even tv kijken en dan komt het weer helemaal goed. Tot straks. Dank jullie wel voor het kijken van deze vlog. Kijk, daar staat hij ook weer. Gezellig. Werk. Aan het werk. Hi. Ja, dank jullie wel voor het kijken naar deze vlog. Vinden jullie deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe vooral een blauw duimpje omhoog. Abonneer even op mijn kanaal. En laat even een leuke reactie achter. Want dat zou ik onwijs leuk vinden. En dan laat ik ook sowieso weer een leuke reactie weer achter bij jullie. En deel en like alles wat je maar kan van mijn YouTube kanaal. Ik zou zeggen, dank jullie wel. En tot later. Mazzel!